In WebsiteMaker kun je een losse blog aanmaken. Nou, dat doe je door naar het linkermenu te gaan en dan klik je op blog toevoegen. We gaan nu beginnen met bloggen. Kijk, dit is de basis van je blog. Die staat nu ook meteen in het menu van je website en je kunt er ook meteen al naartoe gaan. Hij staat in pagina's. Als je daar staat, eigenlijk tussen alle andere opties of alle andere pagina's die je hebt. Ik ga even de blog hernoemen omdat het iets netter is als hij ook gewoon groot is. En hij past beter aan de linkerkant van contact in plaats van de rechterkant. Nou, je ziet dat de opmaak van de blog nog niet helemaal bij de rest van de site past. Maar dat is omdat het een basis is. Je kunt je blog volledig ontwerpen hoe jij zelf wilt. Je kunt widgets toevoegen, secties toevoegen, helemaal aanpassen in de stijl van jouw blog. Nu gaan we eerst even naar bloginstellingen. En daar zie je dat je een miniatuur kunt toevoegen. Je blog een naam kunt geven, een titel, beschrijving. Is goed om dat allemaal in te vullen. Ook een handige, dat is de backups. Ja, je wilt natuurlijk altijd de blogs die je schrijft terug kunnen vinden. Dus hier kun je backups maken van je blog. Oké, we gaan een nieuwe post toevoegen. Ik tik hier eventjes een testpost in. Nou, je ziet dat hier al wat ingevuld staat, maar dat kan je eigenlijk allemaal aanpassen. Opslaan. Let erop dat je de postinstellingen eigenlijk altijd pakt, want hier kun je bijvoorbeeld een afbeelding aanpassen. Kijk, dat heb ik nu gedaan. Dat is de miniatuur van de post. Titel, je kunt de beschrijving aanpassen. De post URL. Let erop dat je de auteur ook even aanpast. Vul de naam in van degene die het schrijft. Dat is iets netter dan een e-mailadres. Oké, dat hebben we opgeslagen. Nu gaan we even een voorbeeldje bekijken van de post. Nou, je ziet hier hoe die eruit komt te zien op verschillende apparaten. Nou, het ziet er goed uit, dus dan klik ik op publiceren. Nu is die gepubliceerd op mijn blog. En ik kan hem dan ook zien. Kijk, als ik even naar blog toe ga. Kijk, daar hebben we Dit is een test. Dat is de blog die we net aangemaakt hebben door Piet. We gaan nu even posts beheren. Dat is ook nog wel belangrijk om te weten. Op deze plek krijg je een overzicht van alle posts die je hebt. Je kunt je instellingen aanpassen. Je kunt de voorbeeldpost bekijken. Je kunt de post zelf bewerken. Je kunt hem dupliceren en verwijderen. Nou, dit is eigenlijk alles wat je moet weten over blogs maken. Ga er gewoon eens zelf mee aan de slag en kijk hoe ver je komt.